Linette Berenstein, gefeliciteerd met de wedstrijd. Dankjewel. Ja, je viel de tweede helft in. Hoe was jouw beleving in de tweede helft qua wedstrijd? Ik vond ons de tweede helft wat meer in balbezit, dus minder slordig aan de bal. Maar ondanks dat kunnen wij echt wel nog beter voetballen dan we hebben laten zien. Dat weten we ook. We hebben 2-0 gewonnen. Dat is een mooie uitslag, maar we weten allemaal dat het veel meer had moeten zijn. Het is een oefenwedstrijd, maar het is natuurlijk wel prestige, zeker in zo'n stadion, dus hier volgepakt. Hoe was dat om in hier te kunnen spelen hier in Arnhem? Ja, dat was weer fijn. We waren natuurlijk een tijdje weg geweest, laten we het zo zeggen. We hebben de afgelopen periode alleen maar in het buitenland gevoetbald, waardoor we ons eigen publiek niet zo groot hadden. Maar vandaag mochten we er weer staan en dat is natuurlijk altijd een fantastisch gevoel. Met al die fans die erop afkomen, ja, daar bedank ik ze wel allemaal voor. En je viel in voor Van der Zanden aan de rechterkant. Een paar fraaie acties had je, waarvan één bal meer had verwacht dat het even in kon tikken. Schoot dat makkelijk in voor jou naar gevoel, hoe aan de rechterkant te spelen, of was het best lastig tegen de Mexicaan? Rechtsbuiten, ik kan eigenlijk overal voorin spelen. Het maakt eigenlijk niet uit welke positie. En als je dan mag invallen op rechtsbuiten, dan vul je die positie zo goed mogelijk in. En dan doe je gewoon eigenlijk je ding. We wisten dat de ruimte voornamelijk aan de buitenkant lag. Dus ik bleef wel goed breed om het spel goed te kunnen verplaatsen. Nee, bedoel je gerevanceerd ten opzichte van Algarve Cup? Het stond echt fantastisch nu in Nederlands helft alweer. Hè? Ja, het stond inderdaad beter dan op de Algarve Cup. En dat weten we zelf ook. En ja, dat is een minder toernooi geweest. Oké, dat is jammer. Maar we gaan nu gewoon weer vooruit kijken. En we zijn nu gewoon weer op de weg. Op de goede weg. Laat jullie dan maar komen. Ja, dat was inderdaad mijn volgende vraag. Tot slot, het zijn natuurlijk oefenwedstrijden na aanloop van het WK. Wat kun je verder van het belang hiervan zeggen en ook voor de volgende wedstrijd? Dat we sowieso inderdaad nu op de goede weg zijn. We kunnen natuurlijk veel beter en dat weten wij zelf ook allemaal. En daar moeten we ook naartoe werken. Maar het is lastig. Ik weet zelf niet zoveel van Chili. Dus dat is moeilijk in te schatten. Maar ik schat ze toch wel iets beter in dan dat Mexico vandaag was. Je kan ze hebben. Ja, we moeten gewoon ons ding doen. En dan heb ik er alle vertrouwen in dat wij die wedstrijd ook winnen. Ja. Hey, fantastisch. Hartstikke bedankt. Graag. Okay.